als hij goed kan zijn met de kleine, en hij slecht met de grote, kan je beter een kleine hebben. Hi allemaal, welkom bij een spliksplinternieuwe serie van Velvet, namelijk Curvy After Talk. Yay! What I'm looking for in a curvy supermodel is really no different than what I'm looking for in any supermodel. Ik vind dit programma ook heel belangrijk omdat vrouwen nou eenmaal niet allemaal hetzelfde zijn. Jullie zitten bij de laatste 10 en dat betekent dat jullie gaan samenwonen in het modellenhuis de komende weken. In deze nieuwe serie ga ik iedere week met een model uit het huis op de bank bespreken van hoe het is gegaan en allemaal dingen. Dus ik krijg jullie waarschijnlijk bijna allemaal wel even op de bank. Vinden jullie het eng om zo meteen met elkaar in huis te zitten? Ja. Eng. Spannend. Ik vind het helemaal niet zo heel eng. Ik heb daar echt zin in gewoon hoor. Echt gewoon 24-7 zo'n camera op je hoofd. Oh ja, dat vind ik misschien iets minder leuk. Ja. Maar voor nu wil ik jullie beter leren kennen. Gespierd of grappig? Oh. In een man? Oh, kijk, daar hebben we al een punt. Een man of bij jezelf? Grappig, beide. Ja? Ja, humor vind ik het allerbelangrijkste op dit. Waar zou jij voor gaan? Bij een man? Voor grappig. Ik vind humor heel belangrijk. Ja, bij een vrouw? Gespierd? En jullie allemaal wel grappig? Nou, ik heb dus een beetje een gekke guilty pleasure. Ik hou gewoon van die super foute Jordy Boys. Ja, ik weet niet. Oh, maar niet als relatiemateriaal, maar om naar te kijken. Om naar te kijken, ja, ik weet niet, zo super fout. En misschien een klein beetje aan te raken? Ja, alleen als jij nog gewoon lekker chill in bed ligt en hij komt even een ontbijtje op bed brengen in zo'n body, dan... Nee, dat gaat ook weer te ver. Het is meer, ja... Hij moet voor het ontbijt al weg zijn. Jij betaalt of hij betaalt? Makkelijk. Hij betaalt. Ja, als ik weet, er komt een tweede date. Dan laat ik hem betalen, want ik weet, oké, komt goed. Maar als ik weet, oké, dit was eigenlijk niet leuk, ja, dit was het. 50-50 dan heb ik zoiets doen dan splitten, 50-50. Echt? Nee. Een boykie moet altijd betalen, standaard. Jij snapt het. Tenzij je 4 jaar in een relatie zit of zo, je denkt, oké, laat me een keertje, weet je wel. Altijd betalen, standaard. Kortom, de mannen moeten gewoon betalen. En jullie gewoon fabulous zijn. Ja, genoeg geld uitgegeven aan dit dan. Ja. Stoer of cute? Stoer. Zorgzaam eerder. Ik denk dat belangrijker is. Maar ja, maar dat is het is hier heel zwart-wit. Stoer of cute? Stoer. Champi of cola? Champi! Oké, we kunnen meteen door naar de volgende. En dat is zeer belangrijk, jongens. Een grote of een kleine? Grote! Als hij goed kan zijn met de kleine en hij slecht met de grote, kan je beter een kleine hebben. Maar wat nou als hij er niet mee kan omgaan? Als vrouw zijnde moet je hem leren. Ja, maar ik heb geen appie genomen. Sommige dingen moeten werken. Hij leert mij dingen, ik leer jou dingen. Maar dat is het toch? Ja, maar als hij jou niet kan leren. Als iemand niet kan. Ja, dan moet je het hem leren. Nooit meer kerst of nooit meer je verjaardag? Nooit meer kerst. Wat? Kerst is zo leuk! Ja, ik zou ook kerst met jullie. En dat is 3 dagen en familie en eten. Ik krijg op mijn verjaardag niet zoveel eten als wat ik krijg met kerst hoor. Carnaval of de Gay Parade? Gay Parade! Carnaval! Waar komen jullie vandaan? Bravo. Ik ook. Ja? Waarom? Dat ik kom uit Eindhoven. Nee, maar waarom? Ik vind Gay Pride gewoon zo heerlijk omdat iedereen echt zichzelf is. En met carnaval juist niet. Jawel. Met carnaval zijn jullie dronken. Vroeg op of laat naar bed? Laat naar bed. Weinig slaap nodig. Ja? Zij is echt om 5 uur 's ochtends al wakker, hè? Dan gaat ze haar vermout maken, sporten en geven. Ja, dus ik krijg gewoon s'avonds uit en dan s'ochtends kapot. Ja. Oh, mijn god. Sneakers of hakken? Sneakers. Ja, jij kan niks zeggen, sneakers. Ik heb gewoon hakken mee, hoor. Hakken mee? Oké, sorry. Ga ze even pakken. Ja, halen. Ja. Wat grappig.
Naomi? Ja, hakken dus. Ja, ja, nu kan je niet meer terug, hè? Nu is het hakken. Ja. Is geen probleem. Nee? Nee? I like it. Kan je goed op hakken lopen? Een lang, gewoon de hele dag? Dansen alles. Ben je loers? Sport of Netflix? Netflix. Oh my god. Ik ben kapot. Sport? Ja. Welke serie op Netflix? Game of Thrones staat niet op Netflix! Oh, echt? Modern Family. Zo dood, ja. Gossip Girl. Yeah. Nee, er zijn er te veel. Oké, dit sport is dus al helemaal van de bank. Nee, sport. Oh, sport. Ik sport. Ja. Sport. En nog sport? Ja. Ik ook sport. Oké. Een metroman of een oerman? Oer. Ik wil wel verzorgd, maar niet ijdel. Zeg maar, ik wil niet dat hij... En dat ik niet langer voor de spiegel staan. Ja, maar dat doen ze tegenwoordig wel, is kut hoor. Ja. De volgende. Seks. Of een avond onbeperkt drinken met vriendinnen. Seks. Onbeperkt drinken. Ik vraag hem niet. Is het goede seks? Oh, of het goede seks is. Want als je het risico neemt dat seks slecht is, dan ga ik liever drinken. Ja. Botox of rimpels? Botox. Rimpels. Okay. Ik zeg ook rimpels. Ik ben echt pro-botox. Echt waar. Het hoeft niet heel overdreven te zijn. Als je het gewoon netjes bijhoudt door de jaren heen, dan zie je er gewoon nog steeds gewoon prima uit als je 60 bent of 70 bent. Precies dat. Ja. Ik ben er echt niet tegen. Ik snap niet waar er een taboe over is. Nee, snap ik ook niet. Ja, nee. Ik ben er niet tegen en iedereen moet lekker zelf weten wat ze willen. Ja. Maar ik ben heel erg bezig met body positivity promoten op mijn Instagram. En dan vind ik het hypocriet als ik dan ondertussen wel allemaal botox ga gebruiken. Terwijl ik eigenlijk aan het verspreiden ben. Je bent goed zoals je bent, accepteer jezelf. Ja, maar dat vind ik juist niet. Slaan, dan mag je ook niet sporten of zo, want dan werk je ook aan je lichaam. Nee, maar dat is anders dan gezondheid. Ja, dat is gezondheid is anders dan je uiterlijk. Een jaar zonder telefoon of een jaar zonder make-up? Zonder make-up. Oh, nee. Zonder make-up. Je hebt filtertjes, who cares? Ja. Je moet je make-up als je je telefoon hebt. Je vriendje of je carrière? Carrière. Je moet independent zijn, je moet je eigen geld verdienen, niet leunen op iemand anders. Playboy of ANWB gids? Afritsbroek. Ja, nee, sorry, maar nee, hoor. Nee. Maar het ligt een beetje aan hoe je gefotografeerd wordt. Als je vol in een doosje kijkt, ja, sorry, nee. Maar als het gewoon een beetje classy is en het is een mooie foto en je ziet wel voor me, je bent wel een vrouw. Heel veel oude mannen zitten zich op je af te drukken. Ja, maar dat is wel. Stel, jouw vader, die komt in Playboy, ziet jou. Ja, echt niet. Ik ga naar de ANWB, dag. De loterij winnen of een modellencarrière? De carrière is de loterij. Ja. Een keiharde scheet tijdens een belangrijke shoot of überhaupt geen belangrijke shoot? Oké, lelijk en slim of dom en knap? Lelijk en slim. Ah, daar geloof ik helemaal niks van. Oh my god, serieus. Als iemand echt oprecht dom is, dan kan ik daar echt niet mee leven. Irriteren. Verlicht gaan voor hoe lang? Als je niks zegt, prima. Ja, dat is echt niks. Als ik denk aan dates die ik heb gehad, kies ik toch liever slim en lelijk. Lelijk en slim. Eigenlijk, jongens, zijn we er doorheen. Nu al? Ja. En zometeen moeten jullie natuurlijk ook allemaal aan de slag met social media. Ja. Hoe gaat dat? Slecht. Ja, ik ben er niet zo goed in. Ja, ik vergeet altijd als ik iets aan het doen ben om foto's te maken, omdat ik het dan leuk heb. Ja. Nou, ik heb ineens een heel goed idee. Ja, mensen maken altijd foto's van hun eten, maar ja, bij mij is dan al op. Ik dacht, we moeten even een selfie met z'n allen hebben. Ja, leuk. Hoe gaan we dat doen? Ja, kut. Je kan het beste denk ik daar gaan staan, maar dan ook het licht van daar. En dan, ja. Ik ben nu een reus hiervoor. Ja, of wij moeten zo. Ja? Oké, nou kijk, die hebben we alvast. Ik denk dat jullie gewoon moeten proberen dagelijks iets te posten. En kijken of je elkaar kan helpen. Hey, ik wens jullie heel veel succes en ik heb er heel veel zin in. En ja, ook voor de afvallers. Ik heb stiekem ook wel zin in dat jullie naast mij op de bank komen. Ja. Maar ik hoop natuurlijk eigenlijk dat jullie allemaal gewoon fantastisch grote modellen worden. Oh, heel lief. Dankjewel. Dankjewel. Hoop ik echt. Ja. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op Velvet. En doe even een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Woehoe! Yeah.